Bijou, what up? Het is alweer tijd voor mijn laatste barcode. Uit de eerste lichting. En naar eigen zeggen zijn er slechts 2 lichtingen van gekomen met in totaal 6 barcodes. Maar ergens geloof ik niet dat je zo'n succesvolle serie, als de barcode-serie daadwerkelijk de nek omdraait. Maar de tijd zal het leren. Dit bier is voor mij geen nieuw bier. In een livestream heb ik mij op laten naaien door Confessions of a Whiskey Freak. Oftewel Robert, om dit bier toch maar uit de kast te pakken en lauw te drinken. Nou, drink ik uit principe niks lauw, behalve Schultenbrouw. Nee, zelfs dat niet. Maar ik dacht, laat ik het weer eens proberen. Nou, long story short. Dat was voor mij niet heel succesvol. Dus je kan al raden dat ik mega sceptisch ben over dit bier. Want door vele bier die lovend werd ontvangen. Eén manier om daarachter te komen. Het volgens mijn eigen principes drinken. Uit de koelkast. Iets eerder eruit. Langzaam op laten warmen. Op temperatuur laten komen. Want het is eigenlijk net als naar de kapper gaan. Je kan er altijd iets extra's afknippen, maar je kan er niks bij knippen. En dit bier kun je altijd op laten warmen, maar je kan het niet af laten koelen. Voor mij zijn smaken soms beter of fijner waarnemen wanneer de temperatuur net wat koeler is. Want uiteindelijk geniet ik van mijn cola ook gewoon het best als het lekker is. Koud is. Datzelfde geldt voor melk. En lactose is iets waar deze jongens hun hand niet voor omdraaien. Wat hebben we hier dan voor ons staan? De barcode serie. Eigenlijk hoef ik de brouwer denk ik niet eens te noemen. Het gaat om een bier van brouwerij De Moersleutel. En wel de 871-999-24-922-37. We gaan hem inschenken. Hij is bijgevuld tot het high fuel markeringtje. Dus daar moeten we even mee vooruit kunnen. We gaan naar de neus. De neus is voor mij nog steeds niet die wow. Zeker stout. Zeker dat zachte moersleutelstout karakter wat ik al denk waar te nemen. En ook een zweempje barrel age karakter. Maar niet super intens zoals bijvoorbeeld die Fragment series voor mij had. Waar het dus juist zo heel goed uitpakt. Dus we gaan hem ook gewoon proeven. Deze zwarte barcode. Een Double Barrel Aged Imperial Stout op Japanse whisky en portvaten. Port is altijd een red flag. De portvariant van de vatgerijpserie van de Grand Prestige. Of een Grand Prestige überhaupt die wat gerijpt heeft. Die oxidatie slash porttonen gaat vertonen. Is grijs en lastig voor mij. 12% aan alcohol. Geen lactose. Dus dat is al eigenaardig voor de moersleutel. We gaan naar de slok. Proost. Twee dingen. Dit is zeker geen vies bier en ik ga hier zeker van genieten. Laat dat buiten kijf staan. Maar ik kan je ook al vertellen.
Hoewel deze als zesde in de saga staat, is deze wel een beetje misplaatst in de line-up. Want voor mij is dit niet de beste bakroet. Ik moet zeggen, in de afgelopen week heb ik die bakroets doorheen gejankt. Iedere week wel eentje eigenlijk. Dus dan komen ze toch in een ander daglicht te staan. Maar mijn vermoeden nu is groen. Ik denk groen. En rood heeft ook een kant. Volgens mij is groen mijn favoriete barcode gebleken. Dus misschien dat ik dat nog hussel in de progress. Dan gaat dit een hele rare geëdite video worden. Of een heel raar klinkende video. Maar dat is precies wat Star Wars doet met hun saga. En dit is mijn barcode machete order. Dus ik hoopte de line-up initieel goed te hebben. Nou, misschien wordt er nog wat geschoven. Je weet maar nooit. Nou, wat allereerst opvalt is natuurlijk gewoon natuurlijk. Voor de barcodes mogen we zeggen natuurlijk. Want dat is gewoon nog het trucje wat die jongens van de moersleutel uitvoeren. Gewoon de moersleutel stout. Het recept van de moersleutel voor een goede stout. Met mooie koffietonen, mooie bitterheid. Toch nog een zoetje. Hinten van chocola. Als biergeek ken je hem wel. Maar de Japanse whisky voor mij niet heel erg doordringt. Zeker waar aanwezig is. Zoals in die bliksem. Niet de Black Sabbath, want dat was een quadruple. Maar in ieder geval de bliksem kamikaze. Van de baasbieren van dit moet ik even verschuldigd blijven. Maar voor mij gaat die porttonen gaan we aan de haal met dit bier. En als port opwarmt, en merk ik zelf ook bij cognac, in de Sorry Anniversary reeks, als dat opwarmt, dan gaat het ermee vandoor. En dan blijft er voor mij van het bier niet heel veel meer over. En heeft dat echt, drukt dat echt een stempel op de smaakbeleving. En naar mijn idee is dat wat hier gebeurt, met die port tinten. En die leidt mij gewoon weg van dat bier. In eerste slok merk je gewoon die mooie stout. Maar al snel voel je dat je geëleveerd wordt door die port. En dat is nou net wat mij tegenstaat. Het bier blijft mooi vol. Mooi smaakvol. Gewoon een mooie stout. Naar mijn smaak. Je moet ervan houden. Een wat zoetere stout. Maar ik ben een zoete kou dus. En ik denk dat ik ook wel moet zeggen. Moersleutel fanboy. Dus ik hou ervan. Wat je laatst had kunnen zien in mijn livestream met de Crafty Danny. Het basisrecept van de anniversary dessert volgens mij. Die geijsblokt ging worden met extra koffie en dergelijke. Wat echt voor mij een oerdegelijke stout was. Dat ik dacht, ik heb hier toch een moersleutelstout in handen. Ik mis gewoon dat zoete, volle karakter. En dit is gewoon een redelijk, strakke, klassieke stout. Dus als ik een moersleutelstout drink, dan verwacht ik ook dat zoete karakter. En dat ontbeert dit bier zeker niet. Ik zeg wel, ik hou ervan. Maar de laatste tijd zijn er geluiden wat negatiever. Dus ik kan me voorstellen dat moersleutel zich daar vandaan aan het bewegen is. Nou, wat ik al zei. In basis vind ik het een hele lekkere stout. Ik denk dat de barrel hem hier voor mij bij het bier wegtrekt. Vind ik jammer. Kan gebeuren. Ieder zijn smaak. Voor nu zou ik dan ook zeggen. Aido, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.